79 cent. Deze is zo mooi. Oh, deze geur is echt unbelievable. Hallo jongens en welkom terug op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag heb ik iets mega leuks, want ik laat aan jullie 30 cadeau-ideeën zien die allemaal onder de 2 euro zijn. Dus dat leek me in ieder geval een mega leuk video-idee. En ik vond het ook heel erg leuk om die 30 cadeaus te gaan uitzoeken bij de Action. Ik heb er in ieder geval 30 en ik ben echt door alle afdelingen gegaan om zo'n ruim mogelijk assortiment aan jullie te kunnen laten zien vandaag. Voor jong en oud, voor jezelf, voor je moeder, voor iedereen. Voor iedereen. Dus ben je benieuwd naar alle cadeaus? Blijf dan gezellig even kijken. Doe ook je duimpje omhoog en abonneer ook zeker op het YouTube-kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Oké, ik begin met iets super, super kerstigs. En dat is deze mok. En hier heb je een aantal bonbons. Mega leuk. Dit kan je letterlijk aan iedereen geven. Ik denk dat iedereen dit heel erg leuk zou vinden. En deze kost €1,99. Dit chocoladedoosje ziet er ook prachtig uit. Met zo'n gouden verpakking. En die super mooie strik. Belgische chocola is altijd goed. En ook deze kost €1,99. Oké, iets anders wat ook heel erg lekker is, zijn deze unicorn kruidnoten. Ik zag dit en ik dacht, say no more, dit moet ik hebben. Is zo'n cadeau from me to me. Ook leuk om met Sinterklaas aan iemand te geven. Of ook met kerst. Ik bedoel, dit blijft lekker. En deze kost €1,49. En toen vond ik deze enorme lollipop surprise van Toy Toys. En het leek me heel erg leuk voor mijn zusje. Dus toen dacht ik, ik neem hem gewoon mee. Volgens mij zit er wel iets van speelgoed in. En waarschijnlijk ook een lolly, want anders zou het wel heel stom zijn. En deze kost ook €1,99. Oké, en dat waren de lekkere dingen. Dan heb ik ook nog een aantal beauty artikelen. En ik begin met Betty's haarband. En dit is een haarband om je haren helemaal uit je gezicht te halen. Als je bijvoorbeeld een maskertje gaat opdoen of je make-up eraf gaat halen of juist make-up erop gaat doen. Maar ik vind het ook super schattig. Hij is mooi roze met iets donkerdere stipjes erop. Maar je hebt ze ook in meerdere kleuren. Ook een soort van unicorn kleuren. Echt heel erg leuk. En altijd handig om te hebben. En deze was €0,99. En dan heb ik ook nog een maskertje gekocht. En dit is de Green Rubber Face Mask. Super leuk voor een beauty liefhebber. En dit is ook heel erg leuk om te doen. Want je moet het zelf mengen in het bekertje. Ik heb deze al eens eerder gebruikt in een video van Action. Maar ik had de rode variant. En dit is de groene. En ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Ik vond de kleur ook heel mooi. En het voelde lekker op de huid. Dus toen dacht ik, dit is ook heel erg leuk om aan iemand cadeau te geven. Bijvoorbeeld aan een vriendin of je moeder. Deze kost in ieder geval €1,39. Dan heb ik ook nog een body lotion van Dove. Echt, I love it. Vroeger was ik verslaafd aan Dove en ik vond het altijd zo leuk dat Dove ook te verkrijgen is bij de Action. En soms hebben daar zelfs producten die je in andere winkels dus in Nederland niet kan vinden. Ik heb hier in ieder geval een body lotion en wat ik dus heel handig vind is dat hier een pompje op zit. En ik merk aan mezelf dat als er een body lotion een pompje heeft, dat ik hem vaker gebruik omdat het toch net even wat makkelijker is. Zo lui, maar het werkt wel. Deze is met bamboe, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat dit ook echt een hele leuke cadeau is. En deze kost €1,99. Dan heb ik nog een jade roller. En dit is echt mega leuk. Wordt natuurlijk super erg gehyped nu op social media en echt overal. Maar ik snap het wel, want het voelt echt super lekker. Vooral als je hem eerst lekker in de koelkast had gedaan. Dus ook echt een perfecte cadeau voor een beauty liefhebber. En deze kost ook €1,99. Dan gaan we door naar sieraden. Dit zijn 3 kettingen. Volgens mij zijn het ook echt 3 losse kettingen. Of is het nou 1 ketting? Oh ja, dit is 1 ketting. Maar het bestaat uit 3 lagen. Ja, ik hou hiervan. Je had hem ook in het zilver. Ik hou heel erg van goud. En deze kost maar €1,49. Dus dat vind ik ook echt super goed betaalbaar voor zo'n leuke ketting. Met 3 lagen. En dan heb ik ook nog oorbellen. Ik zal het even uit de plastic halen. Zo cute. De diamantjes en het witte steen hier. Vind ze echt heel erg mooi. Ik zou ook niet zeggen dat ze maar €1,49 zijn. Dan heb ik ook nog wat creatieve spulletjes voor de creatievelingen onder ons. En als allereerste, en dit heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dit is een kras- en kleurboek. En dat vind ik heel bijzonder klinken. Ik haal hem heel erg uit de verpakking. Het ziet er wel echt heel mooi uit. Echt een heel mooi boekje. Kijk, dit is bijvoorbeeld de eerste bladzijde. En dan heb je
dit stokje erbij. En dan ga je dit dus waarschijnlijk zo open krassen. Daardoor dus inkleuren. Wel echt heel erg leuk. Ik denk dat dit wel echt zo leuk is voor een kindje. En aan deze kant kan je inkleuren en deze kant kan je krassen. En deze is €1,99. Dan heb ik nog een ander kleurboekje gevonden. Maar normaal gesproken is zo'n kleurboek natuurlijk zwart-wit. Maar dit... Er zijn trouwens ook allemaal hele leuke vormpjes. Je ziet het nauwelijks door al die lampen van mij. Maar dit is dus allemaal met zilver. Dus ik denk dat als je dit helemaal hebt ingekleurd, dat het er echt mega vet uit gaat zien. Je bent hier wel echt even zoet mee. Dit is denk ik ook niet per se alleen voor kinderen, maar ook voor mensen met geduld. Oh, en superleuk, want ik zie ook dat er zeg maar hier zo'n lijntje is om het dus daarna eraf te scheuren. Dus je zou er echt een kaartje van kunnen maken of zo. En deze was maar 99 cent. En dan heb ik natuurlijk ook nog kleurstiften gekocht, want wat is een kleurboek zonder stiften? En ik heb nog iets leuks gevonden bij de do-it-yourself afdeling. Namelijk je eigen droomopvanger maken. Ik vind het echt superleuk eruit zien hier. Hier op de achterkant zie je dus wat er allemaal in zit. Ja, je moet het echt helemaal zelf doen. Ik had in mijn gedachtes om dit aan mijn zusje te geven, maar nu denk ik dus dat dit iets te lastig is, want ik zie ook dat het vrij moeilijk is. Dat kan ik hier zien. Dat is iets om rekening mee te houden. Dat heb ik in ieder geval niet gedaan. Maar het is wel heel erg leuk om aan iemand te geven, denk ik. En deze is €1,99. Ik kijk normaal gesproken niet echt veel bij de do-it-yourself creatieve afdeling van Action. Omdat ik dat zelf niet ben. Maar omdat ik naar dingen op zoek was voor iemand anders, heb ik dan best wel veel leuke dingen gevonden. Zo heb ik dus ook vloeibare waterverf gevonden. En dit zijn allemaal felle kleurtjes. Het ziet er zo mooi uit. Je had ze ook met allemaal pastelkleurtjes. Maar ja, ik heb dus heel de tijd mijn zusje in mijn gedachten gehad. Dus ik denk dat zij felle kleuren leuker zou vinden om mee aan de slag te gaan. En deze kost ook €1,99. En dan heb ik echt hier de allerleukste notitieboekje ever. Kijk, deze enorme glitters. En de regenboog. Echt, ik ben verliefd. Echt heel erg leuk om aan iemand te geven die lekker van plannen houdt of van journaling. En deze kost €1,69. En je hebt ze ook in heel veel verschillende varianten. Maar mijn oog viel natuurlijk op deze enorme glitterbal. En je hoeft niet bang te zijn dat de glitters eraf vallen. Want er zit nog een laagje plastic overheen. Dus dat is wel chill. Want anders neem je hem één keer mee in je tas en dan zit alles eronder. Ik ging ook op zoek naar de lekkerste geurkaars die ik kon vinden. Misschien is dit niet de mooiste kaars. Maar dit is wel echt de lekkerste kaars. Kaars. Nee, dat is trouwens stom wat ik net heb gezegd. Het is wel een hele leuke kaars. Maar het is een kaars van Airwick. En echt heel eerlijk, dit is zo'n lekkere geur. Ik weet niet eens wat het is. Het is echt niet normaal. Dus je herkent hem aan deze feestelijke kerstige buitenkant. Oh. Deze geur is echt unbelievable. Het is echt unbelievable. En helemaal in de sfeer van kerst. Echt, I love it. Ik ga deze meteen aansteken zometeen. En deze kost €1,99. Mocht je dit niet leuk vinden, dan heb ik nog een andere kaars. En deze vind ik ook heel erg leuk. Een kaars in blik is dit. Oh, ik dacht dat die moeilijk open ging. Deze is ook heel erg lekker. Het is inderdaad bloemig. Ik weet ook niet precies hoe dit ruikt. Maar het ruikt ook heel erg lekker. En je hebt deze ook in verschillende kleuren. Verschillende afbeeldingen staan erop. En dus ook verschillende geuren. En deze kost €1,98. Dan iets zo schattigs eigenlijk. Ik heb hier twee vaasjes. En omdat ze 79 cent... Ik herhaal het. 79 cent kosten per stuk. Dat dan weer wel. Zag ik dit als één cadeautje. Je hebt ze echt in verschillende kleuren. Verschillende motiefjes. Maar ik vond deze blauwe kleur dus heel mooi. En ik heb ze dus zo samen meegenomen. Je hoeft er niet per se iets in te doen. Maar dat kan natuurlijk wel. Een klein bloemetje of zo. Vind ze super mooi. Dan heb ik ook nog een mini dienblad gevonden. Helemaal onder glitters. Dit is hoe die eruit ziet. Super leuk om op de tafel neer te zetten. Een lekkere kaars erop. Of deze.
deze super schattige vaasjes. Nou, dit is toch cute. Maar dit is natuurlijk ook handig om kleine dingetjes in te bewaren. Zoals sleutels en dat soort dingen. En ik denk ook dat andere mensen hier echt heel blij van zouden worden. Omdat je hier dus echt best wel veel mee kan. En deze kost €1,99. En dan heb ik ook nog een mini opbergbakje. Ik zal hem heel even uit de plastic halen. En dit is hoe die eruit ziet. Je had hem ook in andere kleuren. Je kan hier natuurlijk een heleboel dingen in bewaren. Sieraden of iets anders. En deze kost €1,69. Dan kom ik deze dobbelstenen tegen. En dat is echt altijd handig om te hebben. Je hebt natuurlijk mega veel spelletjes met dobbelstenen. Dus dit kan je echt altijd gebruiken. Dan heb ik natuurlijk ook nog bij de keukenafdeling gekeken. En voor iemand die bakken heel leuk vindt, is dit misschien een heel leuk cadeautje. Dit zijn 10 uitsteekvormpjes. Dus mega leuk als je koekjes wil bakken. En deze kost €1,99. Dan in de categorie super random, maar wel grappig toch? Heb ik een waterproof bike seat cover gehaald. En dit is zo'n heerlijk fout pantenprintje. Maar je hebt ook andere printjes, maar dit vond ik heel erg leuk. We wonen natuurlijk in Nederland. We fietsen veel, maar het regent ook heel erg veel. Dus dit is ideaal. Ik wist het niet, maar ik heb dit dus heel erg in mijn leven gemist. En toen dacht ik, dit is het moment om het te kopen. En ik denk dat het ook wel heel grappig is om als cadeau te geven. En deze kost maar 89 cent. Oh ja, oh my god. Oké, dit deed mij zo denken aan vroeger. Maar dit is de Magic Snake Puzzle, heet het. En je kan allemaal vormpjes maken met de slang. En hier op de achtergrond zie je dus wat je er allemaal mee kan doen. Ik vind het heel grappig. Het deed me zo denken aan vroeger, want dit had ik dus vroeger ook. En deze kost maar 99 cent. En ik denk dat ik hier heel veel... Het komt bijna over alsof ik alleen maar cadeautjes voor mezelf heb gekocht. Misschien is dat het geval, maar niet helemaal. Maar dit heb ik wel voor mezelf. Oh ja, ik... Oh mijn god, ja. Ik heb dus weer een kerstbal gekocht. Deze is zo mooi. Ik heb laatst dus een video gemaakt met 10 allermooiste kerstballen van de Action. Deze was er toen niet. En ik liep weer langs de afdeling en ik zag ineens nog veel meer kerstballen. Toen dacht ik, oh mijn god. Maar deze zag ik en dit lijkt me dus ook heel erg leuk om inderdaad cadeau aan iemand te geven. Iemand die heel veel van kerst houdt of die groen heel mooi vindt. En deze kost €1,79. Ik heb hier een heel grappige bril. Het is misschien ook wel leuk dat als je kerst gaat vieren, dat je dat aan de gasten geeft en dan foto's daarmee maakt of zo. Dus je dan uiteindelijk een collage kan maken met allemaal foto's van mensen die allemaal deze bril op hebben. Nou, leek mij in ieder geval een hilarisch idee. Dus dit vond ik heel erg leuk. En deze kost maar 79 cent. Dan zag ik ook dit. Nou, dit is eigenlijk veel te leuk. Dit is zo'n haarelastiek met fluffy en deze gouden hoortjes. Mega cute. Maar je hebt ze ook in andere varianten. En je hebt ook nog kerstige oorbellen en schuifspeltjes en speltjes en eigenlijk van alles. Echt heel leuk. Stel je voor, je hebt zo'n staart en dan heb je dit zo. Nou, fantastisch. En deze kost €1,29. Dan sokken. Kijk, dit is een verpakking met 2 paar sokken. Je hebt ook van die rubberen dingetjes aan de onderkant, zodat je niet in een keer uitglijdt in het huis. Er zit glitter in. Ze zijn lekker fluffy. Ik zou hier zo blij van worden. En ze kosten €1,99. Dus €1 per stuk eigenlijk. Ideaal. Je hebt ze in meerdere kleuren, maar ik ging voor bordeaux en zwart. En dan als allerlaatste heb ik nog een kerstig mannetje. Het is een gnome, heet het. En het kost €1,99 en super leuk om als decoratie te gebruiken. En het is natuurlijk wederom leuk om aan een kerstliefhebber te geven. En daar ken ik echt een heleboel van. Dus deze komt sowieso goed terecht. Ik ben helemaal in de kerstsfeer hierdoor. Ik vond het in ieder geval mega leuk. En ook wel een uitdaging om 30 cadeaus onder de €2 te vinden. Maar toen ik eenmaal bezig was, had ik mijn mandje zo gevuld. Ik hoop in ieder geval dat je de video leuk vond en misschien inspiratie hebt kunnen opdoen. En als jij iets leuks hebt gezien in deze video, ren dan snel naar de Action, want het assortiment verandert heel erg snel. En voordat je het weet, is het uitverkocht. Dus dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn. In ieder geval, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!